al die verschillende stappen die ik tot nu toe al heb kunnen zetten, of waar mensen mij een duwtje voor gaven, hadden tot nu toe bij mij altijd hetzelfde verloop. Angst dat men mij bepaalde dingen zou vragen. Grote schrik wanneer de beslissing moest genomen worden. Een besef van kleinheid daartegenover. Een soort, ja, mij gedwongen bijna. Dat is de negatieve soort aangemoedigd weten. Bijna tegen beter weten in. Na deinzen zo van zou ik springen of niet. De sprong wagen, maar met een ongelooflijk klein hartje. Tot nu toe, ik hoop dat het echt nu ook zo is. Hè. Ik hoop het echt. Maar tot nu toe, alle keren veilig, uiteindelijk het water in en kopje onder. Een periode van spartelen en heel snel daarop een soort goede vaart. De eerste en misschien moeilijkste keer, juist voor mijn wijding tot diaken. Ik had een ongelooflijke schrik, want het was een diaconaat met toog om priester te worden, dus ongehuwd. Ik was zo bang dat ik dat nooit zou kunnen, dat ik altijd ongelukkig zou worden. Ik heb enorm getwijfeld. Wat ben ik blij nu dat ik die stap heb gezet. Want tot nu toe, ik hoop dat dat mag blijven, maar tot nu toe heb ik nog geen dag alleen geleefd. Ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat ik die stap heb kunnen zetten, dat mij dat is gegeven. Hetzelfde wanneer ik priester werd, wanneer mijn bisschop mij naar Rome stuurde voor de studies. Wanneer na een zekere tijd men mij heeft gevraagd om bij de bisschop mee te helpen. Ik werd dan vicaris voor jeugdpastoraal. Hetzelfde nu voor mijn werk in Gent waar ik deken werd en pastoor. En nu hetzelfde met de taak voor Brugge. Heer, leer mij waar en hoe u te zoeken. Heer, leer me waar en hoe u te vinden. Gij zijt mijn God en mijn Heer en ik heb u nog nooit gezien. Gij hebt mij gevormd en hervormd. Alles wat goed is, hebt gij mij gegeven en nog ken ik u niet. Ik ben nog maar nauwelijks begonnen aan datgene waarvoor u me geschapen hebt. Leer me u te zoeken. Want ik kan u niet zoeken, tenzij gij het mij leert. Ik kan u niet vinden, tenzij gij u aan mij toont. Wek in mij het verlangen om u te zoeken. En laat me bij het zoeken verlangend naar u uitzien. Laat mijn liefde u vinden en laat mij u beminnen als ik u gevonden heb. Amen. Er is een religieuze geweest en ze zei tegen mij, ze kent me heel goed, dat ik me niet te veel zorgen moest maken. Ze zei, Lode, je kreeg je aan het groosje naar Vokoosje. En ondertussen ken ik al voldoende West-Vlaams om te weten dat dat betekent, Lode, maak je geen zorgen. Je krijgt steeds genade, groosje, dus genegenheid van God naar je roeping, naar je vocatie. En eigenlijk is dat iets wat mij wat tot rust brengt. Hè. Ik ben van temperament al een beetje opgejaagd en een beetje gespannen vaak, een beetje haastig. Maar die vrouw eigenlijk helpt me. Ze zegt, ja, maakt u het geen zorgen, het hangt toch niet van u af als er door mensen in de kerk en door God iets nu op je schouders komt, dan komt dat uiteindelijk wel goed. Hè? En dat is mooi in het geloof. Het komt wel goed en je zult wel Gods genegenheid en de genegenheid van de mensen krijgen, naar gelang de job die je moet doen. Groosje, naar verkoosje. Als iemand begint te zien, misschien is dat waar, dat God er is, dat hij ons draagt, dat hij ons niet vastpint op wie dat we toch maar zijn, dat we ons niet moeten interessant maken, wat in onze cultuur eigenlijk dikwijls zo is, dat we ons niet moeten bewijzen, maar dat er werkelijk een liefde die veel groter is, die hier ons leven herstelt en ons kracht geeft. Wel, dat zijn geboortes, echt waar. Ik heb
heel, ja, ik mag dat wel zeggen, hè. Ik heb heel veel geluk, omdat ik vaak zo'n dingen meemaak. En dat maakt mij tot een ongelooflijk gelukkige mens.